oude vliegtuigen moeten staan, hoewel dat er geruchten zijn dat die al zouden weggehaald zijn. Maar toch blijven er filmpjes van komen. Ik weet het niet. Daarom gaan we zelf maar eens kijken. CM170. Verder hebben we hier dit andere gigantische vliegtuig staan. Met een dubbele staartvin. Oh, en de piloot is aanwezig. Monsieur le piloot. Monsieur le piloot. Excusez-moi, monsieur le piloot. Oh, c'est passager. Hey, qu'est-ce que c'est ça ici? Oh là là. Oh, monsieur. Deze machtige motor. Ik kan jullie vast in het begin van dit filmpje meer weten vertellen over dit vliegtuig. En over de Fuga. Al weet ik iemand die thuis zit te wachten op ons, die daar veel meer over kan vertellen. Parachutes vast. En hier zaten alle mensen, hopelijk met parachute, te wachten. Het lijkt me overduidelijk dat dit een vliegtuig is dat voor parachutesprongen gebruikt werd. Attention, pour ouverture et fermeture de porte cargo.
Dat wil dus zeggen dat heel die achterkant in tweeën open kon. Zodanig dat heel de laadruimte beschikbaar was. Eventueel dan voor cargo te vervoeren. We zullen eens gaan kijken in de cockpit. Check dit. Dit is te machtig. Hoe vet. De hendels waarmee dat het vliegtuig bediend werd. Throttle control. De flaps. Irons. Man. Wat moet het vet zijn om met dit te vliegen. Hier ligt zelfs nog een zak van iemand. Onvoorstelbaar. De lamp. Waarschijnlijk zal hier ook de lamp gehangen hebben. De bekende lamp die aangeeft wanneer dat de parachutisten kunnen springen. Och, misschien is het ook wel verlicht. Hè. Het kan van alles zijn. Het andere vliegtuig. Het is een marinevliegtuig. Een Lockheed Martin. Ik zal de nummer er eventjes op laten komen, want ik denk dat ik wel op kan zoeken welk soort vliegtuig dat is, welk type. Daar onderaan vind je een radar in het vliegtuig. Een bommenluik er vlak na. We zullen eens binnen gaan kijken, want hier achteraan kunnen we binnen geraken in het vliegtuig. We zitten nu in het andere toestel. Dit toestel is een radar slash bommenwerper. Die buizen die jullie hier zien, dat is voor afweer, voor de flares dat ze zeggen. Die buizen liepen naar achter, naar buiten uit het vliegtuig. Hier zaten dan allemaal de patronen in vast, met dit mechanisme. Nee, daar is de tati. Hallo. Daar? Schiet hier een bom, hè? Nee, ik ga geen bommen schieten op jou. Oh, amai. Ga ik zelf hier mijn been niet breken. Oh, die had zelfs een klein kookfornuisje aan boord. En een oven. Hier onder ons. Ah, hier kun je het ruim zien. Daar lagen de grote bommen in. Je ziet hier Bombay Lights. Het zou mij verwonderen dat die nog werken. Hieronder lagen dus de grote bommen. Hier zat de radaroperator. Hier stond waarschijnlijk de radar. Hier zat die man. Ik ga er eens even over kruipen. Voilà. De reden dat we hierover moeten kruipen is waarschijnlijk omdat zo'n vliegtuig in de vleugels brandstoftanks heeft. Zo'n bommenwerper die moet heel ver kunnen vliegen, dus dat is gewoon een hele grote brandstoftank die in de vleugels zit, die hier gewoon doorloopt. Hier zit je, main reservoir, filling instructions. Dat is dus het brandstofgedeelte. Hier zien we nog apparatuur, ook waarschijnlijk radar of ja, bommengeleiding, kan van alles zijn. En hier zijn we dan in de cockpit. Oh, het is hier broedheet. Ik denk dat iedereen zich er wel iets bij kan voorstellen als ik je zeg dat het buiten 34 graden is. Het is hier bloedheet. Hier beneden kunnen we ook in de neus. Maar dat wordt kruipen, denk ik. Plane K.
Captain Ditching Stand. Dus. Hier. Op de bodem van het vliegtuig. Hier is de Frey. Jojo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Remmen zijn in orde. Remmen zijn in orde. Oh. Het zweet staat op mijn kop. Niet normaal. Zijn we in de snuit van het vliegtuig. Hier was de bedoeling dat de assistent bommenwerper op zijn buik kwam liggen, zodat hij een visueel zicht op de plaats waar de bom moest gedropt worden. Ik hoop dat het in die tijd echt geen 36 graden was, want oh, hier binnen is het er vast en zeker 50. Die had hier wel een prachtig zicht. Searchlight. Kijk, hier kan die het zoeklicht mee bedienen. Oh. Heel weinig plaats. Oh. Oh. Heel weinig plaats. Ik ga weer naar buiten, jongens. Zo jongens, ondertussen zijn er hier nog wat mede-urbexers of fotografen langsgekomen. We hebben deze drie vliegtuigen goed bekeken. We gaan nog twee locaties doen en dan zit onze roadtrip erop. Het is ondertussen wel al 4 uur en we zitten nog een dikke 450 kilometer van thuis. Dus we gaan maar eens verder op pad. We zien jullie uiteraard in de volgende aflevering. Tot de volgende, jongens.